Hey! Waar is hij dan, hoor? Kijk die helmpjes, joh. We maken geen helmpjes op. Oh, als je vierkant drukt, of niet? Maar ik doe helmpjes of. Dat zijn even lelijke dingen, joh. Oké, ben je er klaar voor? Gaan we de game nu starten? Ja? Ben je er klaar voor? Ja, als we het geluid een beetje perfect zetten. Ja! Let's go! Super Mario! Mijn is Bovenstein. Super Bovenstein. Komt-ie! Never rated Summer. De goat. Dat ben ik, dat ben ik. Nee joh. Dat ben ik niet. Dat is Blazkowicz. Pick your head up, Jess. Come on now. What is that thing? Bighorn. No idea what it's doing. Hem speel je die andere spellen, weet je wel? Die andere Wolfenstein. Straight from the flock. Kom je stop toch nou? Five more. Ben ik. I'm scared. Yeah. Driven off by the storms, I reckon. I don't know about this. Can I take the shot? Situation like this, you need to pay attention to your surroundings. Your mind will slip into that scope. Awareness will narrow to the head of a pin. You make sure while you're stalking that bighorn. You're still watching out for what's stalking you, baby. Good. Good. All right. All right. Tell me what you're sensing. It's gonna rain soon. Good. What else? I don't know. There's a band of coyotes about 100 yards northeast of here. Five more, Zofia. Kick. Kick. Keep your hands up. Again. Kermis is allemaal niet op mij. This is how you die. This is the moment they get you. We die because we let them kill us. You will face a big, strong Aryan true believer who can push through pain for 1 second longer than you do. And that's all it takes. When does it start, Mama? Listen, Kokanye. To survive is to embrace the suffering. To stand up and carry it. Okay. Teraz jeszcze pięć. Five more. Nie bać to. Hey, language, Zofia. Daddy. Yep. What else? Daddy? Are you leaving? Holy shit! Situational awareness. It'll save your life. Come on now. What? Hoe kan die niks zo dood zijn? Before the rains come. Kenneth, I was beginning to think you lacked that killer instinct. Screw you, Arthur. Girls, you be nice to each other. Well, come on. What? It's a compliment. Shut up. Our girls are young women now. When did that happen? What's the matter, darling? Gotta get out of the rain.
Scalpel? So you girls are sisters, c'est bien ça? Twin sisters. Daughters of the famous Captain Blazkowicz himself. Except for Abby here, she's a friend of the family. We know he was here, ma'am. He came here looking for something, and then he helped us fight the Nazis, and suddenly he was gone. Plus d'éther, s'il te plaît, Jacques. You have antibiotics, Jack? Oh, poor Jacques, he's a mute. Why do you want antibiotics? He's got peritonitis. Oh, and how do you know this? Swollen abdomen, rapid breathing. His peritoneum is inflamed, which will eventually lead to sepsis and death. He needs antibiotics. Oh, you come over here, you help? I'm cool. Ma'am, please. Everyone calls me Juju. Will you help us find him, Juju? Wearing power suits? Yep. We don't have anything like this here. Can you handle a gun? Damn straight. Mm. Have you ever killed Nazis before? Listen, ma'am. We were born to kill Nazis. T'entends ça, Jacques? Born to kill Nazis. We ain't kill no Nazis. All right, Arthur, they don't need to know that. Very well, then. I may have an assignment suitable for two Nazi killers such as yourselves. After the previous General Lothar Brandt was ousted from power by Berlin, they sent in a new general to fight the Paris uprising. This general is located in a zeppelin called the Nachtfalter. Kill him first. Then we may proceed with finding your father. Here. You're so not ready for this. Don't miss the shot. Shut up, I am ready. Yeah. We should try to get up close. Climb down there. I sneak up from the left. You sneak up from the right. Corner him and kill him. Man, are you crying? I'm not fucking crying. A little nauseous is all. You could have flaked out on me? Hell no. Let's go then, little Miss Blazkowicz. Just do what Mama and Daddy would do. Keine Bewegung! Was hast du noch für rein? What if Daddy's hurt? Bleeding somewhere. We can do this. We can find him. Are you kidding me? We got this shit, sis. Fucking A. Oké, daar gaan we dan. Nou, daarvoor zie ik lekker man staan. Kijk uit. Een nazi. Hoor je daar twee dingen? Oh, zo heel soepeltjes lopend, joh. Gaat bij jou ook heel snel? Heel snel allemaal. Verwennen hoor. R3 is nice. L3 is... Even een beetje alles uittesten. L3, als je naar voren loopt en je doet L3, dan maak je een hele rare sprong ofzo. Oh, dan ga je sprinten. Sprinten, tuurlijk. Ja. Logisch. Kruidjes, maar springen, rondjes, kruidje. Maar ik vraag me nu echt af of wij nu ook gewoon al tactisch moeten spelen, of dat we dat gewoon in het spel zelf... Ja, nou, ik denk dat het beste... Wat is dit? Niet te kunnen schieten. Zou ik aanklikken? Ik klik gewoon aan. Ja.
Information computer. Ah, dit vind ik echt weer bullshit, dat ga ik niet lezen. Oh, we kunnen ook naar beneden. Oh, wat is dit? Ik ga een knife, ja? Oh. Hoe kan je bukken? Rondje. Oh, kijk, je kan hier zo naar beneden. Jij kan aan de andere kant. We gaan een knife, ja? Nou, we moeten eerst bij die ding iets doen ofzo. Search for the ship winkelen. Zal ik hem knijven? Ik heb hem niet gedaan. Waar ben je? Waar ben je? Ik wil het zien. Ja, knijf jij maar. Ik kijk wel. Nee, ik kan niet zien. Yo, ik moest wel. Er was een dingetje aan het afgaan, joh. Rots, een beetje bloed hier en daar. Ligt hier een wapen. Pak hem wel, joh. Voor mij niet. Hoeveel wapens dat? Kijk. Moet dit tegelijk? Ja, ik weet niet, maar het zijn allemaal hele rare wapens soms, zo. Ja, die doe ik deze wel, ja. 3, 2... Eén. Ik weet ook niet of het echt tegelijk moet allemaal, joh. Oh, daar gaan we. Oh. Nou moet ik denk wel in de gaten houden, hoor. Oké, dat ik een gun heb. Dat is driehoekje. Oh ja, nee, dat is je special gun, ja. Nee, ik heb heel veel wapens, joh. Hoe krijg ik nou deze ook, ja. Ja, ik heb maar drie, hoor. Ja, ik weet niet hoe... Oh, ja, dat kan wel, ik pakken. Neem deze wel. Nee, dit zijn kogeltjes. Ik heb dit wapen al. Dit wapen was net van die man. Nee, ik heb hier. Ik heb een wapen gepakt. Ja, nee, die had ik net opgeraapt van die man. Maar je kan blijven pakken, dan krijg je kogels, hè. Als jij die rechter allemaal oppakt. En nou ben je wapen kwijt, hè? Nee. Die ene special niet? Ja, die wel. Ja. Ja, maar die moet je ook kunnen pakken, maar ik weet niet hoe. Misschien komen we er later achter. Maar pak je die wapens nou, of niet? Heb ik al. Nee, oh, je kan pakken voor de kogels. Nee. Blijf pakken. Oh ja? Jij hebt toch ook een kogels? Hoor. Ik heb ze hier net allemaal gepakt, deze. Nou, mijn zijn vol nu, hoor. Mijn munitie. Oh, dan pak ik hem wel. Moet kijken hoeveel ik kan pakken. Oh, nu is die bij mij echt vol. Hé, hey, wat is dit voor Duitse radio, joh? Ja, echt is dit ding, joh? Kan er niet uit, joh. Even ze blijven met die informatie, ze moeten ze toch lezen. Oh, kijk hier. Oh, je moet rechts 1 eerdruk houden, dan zie je je wapens. Kijk, dan kan je sneller switchen. En dan? Nou, dan kan je gewoon je wapen kiezen. Oh, kijk, dit is mij. Oh, ik heb sniper. Ik heb een sniper, ik heb een shotgun. Is het een shotgun? Het lijkt wel een minigun, joh. Er zijn 4 kogelgaten, joh. Ja, hier zie je, kijk, je ziet toch... Gaas R1 en hier bij die wapens. Zie je daar rechts hier zo'n vierkantje met die kogels. Dus ik heb een pistool, ik heb een light machine gun en ik heb een shotgun. Ja, sniper staat waarschijnlijk 1 sniperkogel. Nee, nee. Er staan er 3 van die grote kogels. Ah, het zal wel, joh. Ja, sniper. Moet weer iets doen. Oh, mannetje daar. Hot. Maar nog eentje. Oh, die geluiden. Nog een hier. Oh, twee. Kom. Pak ze gewoon tegelijk. Pak. Hot. Wow, ik sta gewoon eens de been eraf. Ja. Dit is wel een heftig spel soms, hoor. Wolfenstein. Oh, hij heeft me gezien. Ik vind het wel eng, hè? Onze vader die je net zag in dat filmpje, hè? Oh, je hebt je helm op. Heb ik ook mijn helm op, of niet? Achter ons ook! Ik moet echt al die knopjes even wennen, hoor. Oh, dat wil jij? Ja, ik ook. Oh, die Duitsers, joh. 1, 2, 3 in de rij. Hoeveel van die computers hier? Ook allemaal achter ons, hè?
Ja, zolang het alarm af blijft gaan, dan blijven ze komen nu. Kan je het alarm niet uitschakelen? Nee, op een gegeven moment dan stopt het. Oh kut, ik zie een pleuris, joh. Maar je hebt ook allemaal die dingen die je openmaken, ja. Je kan alles openmaken hier. Ah, het is gestopt. Maar ik zie nog wel mannetje lopen. Oh ja, hier. Of niet, oh, daar ben jij. Ik ga net een mannetje. Ik zie hem niet. Misschien zag je mij gaan. Nee, ik heb hem nu al. Oh. Ik ben wel even dingen aan het openen, want je moet ook zo mijn armor pakken en zo, hè. Dat zie je onderin, hè. Je hebt armor en je hebt health dingen. Ik heb 100. Ja, ik ook nu. Eerst gaat zeg maar je... Ik heb een code klopfieldisk. En van al die mannetjes... Oh, hier. Wat moet ik doen, joh? Die code. Oh, hier zie ik ook wat. Wat is dit? I don't know. Zou je een kist? Oh, 50 zilverkoins. Can you believe this? We're shooting. Lekker hoor, weer! Die radio, joh. I wish daddy could see us now. Maar ik was aan het vertellen, die onze vader, weet je wel. Die, waar je eerst die andere delen mee speelt. Die in de vorige deel, in deel 2 dus. Heb die Hitler neergeschoten. Ja. Heb die hem gewoon neergehaald. Weet je niet dat klaar. Dat is ik niet. Fijn om te weten. Nou, graag gedaan. Nou, voor mij heb ik alles wel geopend. Exit ik wil opeens al pas een... pas een bak een keer vergeten. Enter de code? Ik weet de code niet, hoor. Ja. Some keys not connected to NASA's granny, dus... Floppy... Oh, ik heb net een floppy disk, misschien kan ik er wel. Ik heb een floppy disk net gekregen. Oh, misschien moet je dat in het apparaat doen, daar. Voorin, weet je wel. Waar we net waren. No. Helemaal achter daar. Kijk die man hier staan, joh. Ik weet niet hoe die is gevallen. Zo'n dingetje openen. Ja. Kijk hier. Misschien kan je, ja, hier kan je misschien in doen. Floppy to the maple. Die code. 8431. Hij heeft deze open. Pak jij die? Ja. Ja, open. Ga jij daar naar beneden? Oh, ik ben daar naar beneden. Locked it. Veel verder? Oh, ik zie allemaal nazi-vlaggen hier. Oh, je moet hier onder die trap door, zo. Ja, onder die trap. En dan heb je zo'n ingangetje, een inhammetje. Zie je, dan moet je onderdoor kruipen. Oh ja. Ben je gezien? Oh, ik ben dood, denk ik. Nee, je gaat niet zo snel dood. Wat schiet op jou steeds? De position! Hey, hoor die muziek elke keer, wat luistert die Duits op muziek? Deze man heeft een spastische arm, joh. Hij is wel dood, man. Hey, Bas! Ja, deze mannetjes zijn wel een stuk sterker inderdaad. Dat was dat is. Zo, ben ik level up, joh. Ja, cool. Kom even niet heel hard, maar ik heb ook zo'n shotgun die jij ook hebt.
Volgens mij. How to pick up? Wat zijn allemaal voor toeters ook, joh? Die nog komen of niet, joh? Even een ander wapentje, dit is helemaal niks, joh. Laat je ze allemaal zien, hoor. Dit is overduidelijk geen sniper, dus die ik had. Ik heb een helpje. Gevonden. Ja, nee, dat is je armor, zeg maar. Dat is je armor. Helmpjes en dat soort dingen moet je allemaal oprapen. Dan krijg je je armor weer terug. Hé, hey, maar ik heb net trouwens een nieuwe gun opgepakt. Ja, moet je rechts 91 houden. Een stormgeweer. Ik heb ook bij mijn pistolen, heb ik nu twee van die pistolen. Ook twee verschillende. Oh ja. Nee, maar ja, je hebt soms ook dual, weet je wel. Hoe kijk dan? Yo! Even rennen. Wat is een gek wapen? Is af? Ik kom niet af, hoor. Ze zijn zeker bij mij. Kijk maar, gekke wapen. Ik ben gek. Ik dacht iedereen al weg was hier, joh. Dat we daar eigenlijk aan de andere kant moeten zijn, man. Zo, wat was dat, joh? Bah. Hé, hey, hoeveel van die mannen gaan er komen, joh? Oh, hier zit hij, joh. Dit was het, toch? Soms denk ik echt een wapen. Ja, maar soms denk ik dat een wapen ligt, maar het is gewoon een wapen. En dan pak je dat wapen is munitie. Ja, nee, maar dan heb je dat wapen al. Oh. Als je dat wapen hebt en je pakt hem op, dan krijg je munitie. Want je kan gewoon alles wapens meenemen die je hebt. Ja, al die wapens die er liggen. Ja, als je bijvoorbeeld een pistool hebt, weet je wel. En je pakt een andere pistool, dan verplaats je dat wel, zeg maar. Nee. Ik heb niet. Ik kan nu wisselen, kijk. Ik heb deze pistool. Ja. En ik heb deze pistool. Oh ja, dan moet je straks denk ik gewoon keuze maken. Ik weet ook niet. You are getting a crap load of story material here for a book, so yeah. Dan moet je straks op een gegeven moment, als je te veel wapens hebt, dan moet je denk ik keuze maken. Maar zijn hier nog ergens spulletjes of zo? Kom, hier ligt een helmpje. Ik weet niet of jij nog ammo nodig hebt. Ja, die had ik. Je moet alleen een beetje held hebben, maar. Ik heb 95. Ik heb overal van die munten. Oh, je laat nog een helmpje. Ja, dat heb ik wel in mijn 100, maar. Soms bij die wc'tjes en zo, weet je wel, dan heb je altijd van die kistjes. Nou ja, prima. Open de deur. Waar ben je komen? Nee, is het niet.